Ja, want hoe reageren? Ja, iedereen lacht. Ja. Ze lachen je uit of ze lachen je toe, maar ze lachen wel. Stel, je bent helemaal gek van auto's en het liefst ben je dag en nacht aan het sleutelen. Hoe zorg je dan goed voor jezelf en voor je gezondheid? Nou, vandaag ben ik voor Oomt op pad en ik ontmoet zo Leontien. Zij is zo iemand en ze heeft ook een te gek voertuig. Leontien. Hoi. Hey, hallo. Hey. Je hebt mooie schone handen. Ja, nog wel. Zelfs nagellak. Nog wel, ja, altijd. Kan dat? Altijd. Sleutelt beter. Wat heb jij hier voor mij meegenomen, zullen we maar zeggen? Dit is een Reliant Robin. Een driewieler? Ja, oneerbiedig gezegd, maar het is wel zo. Waarom is dit bedacht? Dit is bedacht in Engeland in de jaren 70 waren heel veel mensen die reden motorfiets. Maar ja, in de winter was dat natuurlijk echt erbarmelijk. En toen bedacht Reliant van, dan gaan we een auto maken. Een soort motorfiets, maar dan overdekt met meer comfort, waar het gezin ook mee kan. En vanwege de wet daar toen, als je dan drie wielen maakte, dan mocht je er met een motorrijbewijs in rijden. Waarom heb je deze uitgekozen? Want jij hebt meerdere in je assortiment. Dit is, ik wilde deze belichten omdat ik het... Je krijgt er respect voor hoe dit gebouwd is. Omdat ze altijd in gedachten hebben gehouden, hoe kunnen we dit zo licht mogelijk houden, zodat het economisch is en makkelijk te runnen voor iemand die een kleine beurs heeft. Ja, ja. En dat is heel slim gedaan en dat ga je zien als je eraan werkt. En als je ernaar kijkt, denk je, wat is dit nou? Nou, ik vind hem heel leuk. Ik denk dat hij heeft ook een eiwitfactor, ja, heel erg. Ja, dat is schattig. En hij is van polyester, hè? Helemaal. Oh ja. Ja. En wat weegt dit dan? Ik weet niet exact, maar het weegt onder de 300 kilo. Is zo licht? Ja. En dat moest dus ook om er dus een kenteken op te krijgen voor een motorrijbewijs. Hij hoeft ook geen APK, dat kan ook niet, want hij heeft maar één wiel, dus hij kan niet op een APK-brug. Oh, ja. Dus het is allemaal speciale dingen op deze auto. Hoe rijdt dit nou? Rudimentair. Het is niet heel erg comfortabel, maar dat mag ook niet, omdat als je dit heel zacht gaat veren, dan kiept hij dus in de bochten om. Iedereen denkt altijd dat dat heel makkelijk gaat, ja. Dat gaat helemaal niet zo makkelijk. Dus die vering is heel hard, ja, heeft hij geen vering? Bladveertjes, oh, ja, bladveertjes, heel simpel. Ja. Maar laten we even verder kijken in jouw paradijsje. Ja. Your classic paradise. Ja, ik vraag me natuurlijk af, jij bent gepassioneerd vakvrouw. Je let goed op je kindjes, maar hoe let je nou op jezelf in dit vak? Ja, door op jezelf te letten, door bewust bezig te zijn. Ja. Als je aan het werk bent, als je met dingen bezig bent die bijvoorbeeld een hard geluid maken of scherp zijn, dat je bescherming aandoet, oordop opzet. Ja. En niet te gauw denken, oh, even gauw dit, even gauw dat. En dan vergeet je dat dus meestal. Nou, hoe zorg je nou dat dat bewustzijn niet wegzakt? Ja, voor mij persoonlijk, ik heb altijd een heel gruwelijk voorval in mijn hoofd. Ik ken iemand die nog even gauw een houten latje wilde inkorten op een zaagmachine voordat hij naar een feestje ging. En vergat een beschermmaatregel te nemen en die zaagde zijn duim eraf. Ja. Dus die kon in zijn pak naar de eerste hulp. En dat verhaal is zo bij mij blijven hangen dat ik iedere keer daaraan denk als ik naar de slijpmachine loop of naar de boormachine. Ja. En ja, dat heeft het voor mij zo ingehakt. Geen brommermotortje wat erin zit. Nee, er zit gewoon een viercilinder in. Viercilinder, zo. Het voelt best solider dan ik dacht. Je komt er best wel mee van de plek, want hij weegt niet veel. Nee, dat is het idee. Gewicht besparen, dan hoef je ook niet zo'n dikke motor. Wat is voor jou dan de lol van het rijden in deze? Ja, het is gewoon ludiek. Ja, want hoe reageren ze? Ja, iedereen lacht. Ja. Ze lachen je uit of ze lachen je toe, maar ze lachen wel. Nou, het is toch mooi dat je mensen aan het lachen maakt. Ik denk elke keer dat we omvallen. Nee, we vallen niet om. Dat kan wel als je wil. Nee. Het is goed zo. Hé. Zo. Daar zijn we weer. Ja. Wat een feest. Hey, dit is wel jouw kindje, hè? Ja, dat is het wel geworden, ja. Wat heb je allemaal aan je kindje gedaan? Ja, ik heb er zoveel aan gedaan. Kijk. Hier zit hij dan te raden, motor, vier cilinders. Ik heb deze hele motor eruit gehaald, uit elkaar gehaald, alles gereviseerd. Nieuwe radiateursje, de kachel werkend gemaakt.
Ja, er zijn eigenlijk weinig Robins die waarschijnlijk zoveel aandacht hebben gekregen. Ja. En wat is de lol van hier aan werken? Het is heel leuk om te zien dat ze dus zelfs met zulke minuscule dingetjes... Ja, het zijn allemaal klein voor klein woordjes, want alles is klein. De zuigertjes, de drijfstangetjes, alles is heel licht uitgevoerd. Dus je wordt er iedere keer weer op gewezen dat het doel was van die auto. Ja. Maar je ziet wel dat het werkt. Dan doe ik haar neusje weer dicht. Ja. Dankjewel ook. Ja, voor, graag gedaan. Deze toffe rit en je verhaal en je toffe bedrijf. Ik vind het heel, heel cool om jou zo te zien. Ja, het is wel paradijs op aarde hoor. Wil je nou meer van dit soort pareltjes? Abonneer je dan op het Ooms kanaal. Doen.